warmhartigheidswil. Dat zou kunnen. Ja? Dat zou kunnen. Ik denk dat het wel iets is waarover nagedacht moet worden, omdat de mogelijkheden ervoor zijn. Als je nu heel rot voelt, dan kan het best dat je over een poos beter voelt. Een mens kan je niet doodmaken, toch? Als God de Heer boven zegt, nou is je tijd en dan ga je. Ze zijn klaar met hun leven en zo heb ik wel meegemaakt. Ja. En dat vind ik heel eng. Ja, ik vind het goed dat ze het zelf kunnen beslissen. Ja, misschien kan het gevaarlijk zijn. Weet je, dat iemand ziet van, dat ze niet weten wat het is. Dat het goed is als ze ouderen zijn, dat ze bijvoorbeeld echt lezen van zijn kastplantje, dat ze het niet meer zien zitten. Ja. Maar ik zou het niet voor jongere leeftijden aan. Nee, niet zo makkelijk. Ik ben wel voor snellere euthanasie. Maar ik denk niet zo makkelijk. Het moet makkelijk zijn om hier aan te komen en dat het niet heel moeilijk is en dat je dan toch nog. Voor niet zo duur. Die tijd is dan aan je. Ja, maar schat, dan zie je een oude man van 95 jaar. Ik zou wel willen tekenen om 95 en nog zo eruit te zien. Zou u zo veel innemen, meneer? Dat hangt van twee dingen af. Mensen om me heen. Ja. En hoe ik er aan toe ben. Ja. Dat heeft zo'n figuur op dat moment ook helemaal weinig. Mee te maken. Het heeft er helemaal geen verlangen naar jouw warmhartigheid. Ja. Je zit hier niet op te wachten dan. Hij wil natuurlijk, het is klaar. Nee, makkelijk. Nee, zo makkelijk moeten ze het niet doen. Nee. Dat is per persoon verschillend. Iedereen moet zelf weten of hij dat wil natuurlijk. Ja. Het is jouw leven. Je moet zelf uitmaken of jij daar wil eindigen, ja of nee. Tuurlijk moet je zelf weten. Als ik niet meer wil leven, wil ik toch niet meer leven. Ja. Gaan de anderen toch geen flikker aan? Het lijkt me een niet makkelijk onderwerp, inderdaad. Nee, dat is het. Ik denk dat het een gezamenlijk iets moet worden. De ultieme zorg voor je medemens. Ja, precies. Dat is ja. De manmatigheid, ja. Ja. Natuurlijk, dat vind ik heel belangrijk. Ja. Het blijft een beetje een lastig punt om daar een eenduidig antwoord op te geven. Ja. Iedereen moet een keuze maken, of goed of kwaad. Dat is een probleem van de mensen zelf. Ja. Maar ik hoor bij het leven en blijf lachen. Ja.